Jens, belangrijke vraag. Heb jij een beetje een stevige schoorsteenmantel? Ik heb helemaal geen schoorsteenmantel, zou ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel een mooie grote kast, heb ik. Ja, want ik vraag dat, want er is iets voor jou neergestreken. Ja, ik zag wat staan inderdaad. Mag ik het pakken? Ja, pak maar. Kijk eens aan. Sauber zei dus net dat ik hem niet had gewonnen, dus ik geloofde hem op zijn woord, maar goed. Maar ik zie je wel eens reageren op Instagram ook. En ik neem aan, misschien heb je al gestemd ook nog op het doelpunt. Nee, want ik zei net tegen hem, ik heb volgens mij tot de tweede of derde ronde, dat is in rondes toch, wordt het gestemd? Ja, ja. Ik heb wel meegekeken, maar ik... Nee. Dat, je concurrent was Brian Lins, hè? Die scoorde tegen Heerenveen. Ja. En jouw afstandsschot tegen VVV. Ja. Kan je nog wat vertellen over die goal? Was de 1-0, dat weet ik nog. En we hadden dat doelpunt op dat moment wel heel erg nodig. En ik zag een gat vrij in de linkerhoek. In mijn linkerhoek. En daar mikte ik hem op. Ja, je zag vloog een keer erin. Dat juichen, een beetje getergd. Was nodig, het doelpunt. Ja, precies. Daarom juichte ik zo. Want we zaten er wel tegenaan tikken. En met zo'n doelpunt wordt het vaak toch iets makkelijker voetballen. En uiteindelijk liepen we ook verder uit naar 3-0. Dus dat was mooi. Als je zelf had gestemd, op welk doelpunt had je dan gestemd? Ja. Dat is een retorische vraag, toch? Ja, oké. Door naar de volgende. Want er is dus nog een pakketje. Ja, je hebt het al gezien. Ja, waarschijnlijk ook een vermoeden wat het kan zijn. Ja, er zat nog een briefje opgeplakt. Dus ik kon al zien wat het was. Oh. Ja, ik word verwend deze maand. Mooi man, voor de tweede keer op rij. Ja, bedankt voor het stemmen allemaal. Ja, zou je wat willen zeggen tegen het legioen? Nou ja, wat ik zei, bedankt voor het stemmen. Altijd mooi om waardering te krijgen voor je spel en voor wat je doet op het veld. En hopen dat ik hem nog een paar keer mag winnen. Maar goed, dat begint bij mezelf. Ja, de maand december staat erop. Kan je er wat daarover vertellen? Want jullie hebben wel een paar lastige wedstrijden ook gehad in de Europa League. Tegen Vitesse, maar toch, jij sprong eruit dus als speler van de maand. Ja, blijkbaar. Dat gevoel had ik de vorige keer dat ik hem had sterker. Maar goed, wat ik zei, ik ben blij dat het gewaardeerd wordt wat ik doe. En achteraf december, qua resultaten, had het beter gekund. We hadden graag doorgegaan in Europa. En de wedstrijd tegen Vitesse hebben we natuurlijk verloren. Hadden we ook liever een resultaat gehad, zodat we nu echt tegen die nummer 1 positie hadden aangestaan. Maar die dingen gebeuren en moeten nu gewoon doorgaan. Duimpje omhoog gedaan, al geabonneerd, klasse.